Ja, Wessel, Rotterdam is een van de speelsteden waar het gehouden wordt. Hier op de Markthal is nu een veldje achter jou neergelegd. Hoe bevalt dat veldje of toch maar liever in Ahoy? Ja, dat veldje dat bevalt matig. Het is natuurlijk een hartstikke leuke actie, dus heel leuk voor de mensen. Maar het is niet even lekker voor je rug altijd. Maar ja, het is hartstikke leuk voor die mensen, dus om een keertje te doen, zeker leuk. Jij kan met je ervaring op beachvolleybal, komt die te passen, want het is een aardig briesje. Er staat een aardig briesje, ja. Ik zei al tegen de jongens, dat wordt leuk straks als we ons binnen gaan zien met dat briesje. Die denk ik dat die nog wel eens de eerste bal uit willen serveren. Dan is dat ticket gelijk binnen voor die mensen. Ja, kun je uitleggen waarom zijn jullie hier en wat doen jullie hier? Ja, we spelen natuurlijk het EK in eigen land dus, en ook in Rotterdam. Dus vandaar dat we hier staan op de Markthal om gewoon een beetje promotie voor het EK. Dus dat is hartstikke leuk. En ik kom uit Schiedam, maar Rotterdam is wel een beetje jouw stad, denk ik. Dat is zeker waar. Als ik een van de vier steden mag kiezen, dan is het zeker Rotterdam. Ahoy is een kwartiertje van mijn huis vandaan, dus voor mij is het toch wel een beetje thuisspelen, ja. Ik vind het zo jammer dat die, natuurlijk leuk dat er wedstrijden zijn, maar we hadden zo liever gehad dat de achtste en kwartfinale in Rotterdam waren geweest, hè? Misschien dat jullie dan die extra boost geeft om verder te kunnen komen. Nee, dat is zeker waar. Persoonlijk natuurlijk als Schiedam en Rotterdam had ik dat ook graag gezien. Maar ja, daar gaan we niet over. Dus dat gaat voor mij bij de FVB en de Evobo samen, de CV denk ik. Dus het is wat het is. Maar voor mij had het zeker leuk geweest. Hoe bijzonder is Ahoy voor jullie? Ik denk dat Ahoy ook gewoon een hele mooie historie heeft met volleybal. Daar zijn hele mooie wedstrijden gespeeld, ook door de gouden generatie, laten we maar even zeggen. Dus ik denk dat het voor ons een hele mooie plek is om ook onze weg omhoog door te zetten. Hoe goed zijn jullie? Wat kunnen we van jullie verwachten? Nou, hoe goed zijn wij? Kijk, we zitten in de pool en als wij het goed doen, dan worden we gewoon tweede. Er zijn een aantal gewoon landen in waar wij misschien wel van moeten winnen, maar zeker niet moeten. Want we hebben er ook van verloren de laatste jaren. En Polen is natuurlijk absoluut nummer 1, dus dat zou een dikke stunt zijn als je daarvan wint. Maar ik denk wel dat wij kunnen zeker wel van al die andere landen winnen. Dus tweede moeten we zeker voor gaan. Tegen Polen is het uitverkocht, maar ik begreep dat er niet allemaal supporters uit Nederland komen. Het zou wel een leuke sfeer worden, denk ik. Nee, ik heb ook begrepen dat er 11.000 verkocht zijn, maar een groot deel aan de Poolse gemeenschap, laat maar zeggen. Dus dat is denk ik extra leuk. Dan heb je twee kampen die worden aangemoedigd, dus ik hoop dat dat een hele mooie wedstrijd wordt. En dan is het in Rotterdam, in Apeldoorn, Amsterdam, maar ook nog in drie andere landen. Wat vind je van deze opzet? Ja, ik vind het in die zin wel goed. Dat zag je ook bij beachvolleybal. Bij alle landen eigenlijk. Als een thuisland speelt, dan zitten er veel mensen. Want ja, uiteraard, het is het thuisland. En als de andere landen dan spelen, dan spelen die vaak voor een lege hal. En je probeert toch natuurlijk een EK speciaal te maken. Dus door het in vier landen te houden, heb je toch vaker dat de hal vol zit. Dus dat vind ik wel goed op zich. Is de teleurstelling van Olympisch kwalificatietoernooi verwerkt? Ja, voor mij wel op zich, omdat we gewoon wel een goed toernooi gespeeld. En natuurlijk hoopte je echt heel erg. En het was ook een droom om te kwalificeren, maar het was natuurlijk niet super realistisch, omdat Amerika al jaren heel stabiel topland is. Dus wij hebben daar een goede wedstrijd gespeeld en we hadden meer kunnen hebben hoor. Want we zaten er lekker in, maar de teleurstelling is wel verwerkt, ja. Maar voelde dan niet als een gemiste kans van als het moest, dan moest het nu gebeuren. Je hebt natuurlijk nog een kans in januari. Dit EK zou je misschien ook wel gebruiken om na januari toe te werken, denk ik. Want ja, het gaat denk ik eerder om Tokio dan om heel ver te komen bij het EK, of niet? Als ik zou mogen kiezen zelf, nu, op dit moment, dan ga ik liever naar Tokio. Maar ja, tuurlijk, op dit moment spelen we gewoon EK. En dan spelen we niet om hoger te komen op de ranglijst, maar ook gewoon om het echt goed te doen in eigen land. En kijken hoe ver je kan komen. En als je een beetje mazzel hebt met de loting, je zit helemaal in een flow, dan zou je misschien nog wel naar de wat hogere plaatsen kunnen gaan. Dus dat is sowieso. En ja, misschien was dat wel de grootste kans op het OKT, omdat je één keer moet stunten. Ja, nu moet je vier keer stunten. Nou ja, gaan kijken wat we kunnen doen. De kaarten gaan hard en ze gaan volgens mij heel hard, want er worden aardig wat punten tegen jullie gescoord. Niet goed bezig. Nee, ik zei net al tegen de coaches, ze hebben 3 minuten de tijd om een bal te scoren. En zij mogen elke keer ontvangen. Dus het is best wel lastig om ze van een punt te houden. Want als ze een beetje kunnen volleyballen, één balletje geplaatst neerleggen. Wij gaan natuurlijk niet duiken hier op deze stenen. Dus het is ook leuk voor die mensen, dan hebben ze een kaartje gewonnen. Maar we doen gewoon ons best hoor, we geven geen kaarten weg. Maar ze scoren wel eens een puntje.